Wat hebben jullie gedaan? Wat hebben jullie me laten zien? Nou, een deel van het werk van de douane, want het is nog veel breder dan wat we hebben kunnen laten zien in de 2 uren. Maar we hebben gezien wat voor methoden wij gebruiken om de coke op te sporen. En dat is onder andere met speurhonden, maar ook met een hele innovatieve methode die de douane in Nederland zelf ontwikkeld heeft, om niet per se de hele container open te hoeven halen. Maar met lucht uit die container, door de honden daaraan te laten ruiken, de coke op te sporen. Natuurlijk het scannen laten zien, maar we doen nog veel meer. Bijvoorbeeld het cameratoezicht willen we intensiveren, want we zien ook echt de verwoestende gevolgen van die drugscriminaliteit. Ja. Eigenlijk in de hele samenleving. Ik denk dat als je naar de woonwijken kijkt en wat er soms bij mensen voor de deur gelegd wordt, en granaten of bommen ontploffen. De drugslab op het platteland. Maar ook toch ook hele jonge uithalers die geronseld worden om de coke uit de containers te halen. Ja. Ik heb gezegd, cijfers dat in Amsterdam en in Rotterdam elke dag 40.000 lijntjes gemiddeld. Dus 80.000 alleen in die 2 steden, is de schatting. Dat is... Ja, en ik denk dat iedereen zich er ook wel moet beseffen dat... Dat is veel, hè? Ja. Dat willen wij hier echt een vuist tegen kunnen maken. Dan kan het niet alleen zijn dat we samen met de douane, de zeehavenpolitie en de ondernemers daar het gevecht voor aangaan. Maar dat mensen zich ook moeten beseffen dat als je dat lijntje snuift, dat je eigenlijk het in stand houdt. En dat is het verdienmodel van die achter grote criminelen. Achter het ene lijntje zit een bergcriminaliteit. Want die vraag is er en die vraag...